Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, hallo. Goedemiddag. Mag ik u vragen? Uiteraard. Je bent de eerste carnavalsbezoekers in Venlo, denk ik, vandaag, hè? Ik denk het wel. Komen net van Düsseldorf. Hè? Want de prins die komt net binnen. Ja, ik denk dat we hem moeten volgen eigenlijk, hè? Dat we moeten kijken waar hij naartoe gaat. Want u zoekt de eerste plekjes waar gefeest kan worden. Absoluut, ja. U komt uit Düsseldorf? Nee. We zijn eerst bij Düsseldorf geweest. Gisteren. Hoe was het daar? Heel leuk. Heel druk. Al begonnen met carnaval hier daar ook al? Ja, dus op donderdag begint het daar, zeg maar, met carnaval. Dat is erg leuk. En dus nu is de marathon achter de rug eigenlijk. Je bent mee bezig, hè? We zijn halverwege. Wat moet er nog gebeuren? Die moet nog komen te hangen. Binnen moet nog van alles gedaan worden. Leiding moet aangesloten worden. En dan kunnen we er tegenaan. Is het spannend of niet? Of alles lukt? Het gaat zeker lukken. Want het kost gewoon wat tijd. Hoeveel is er ingeslagen vandaag? Veel. Ja? Heel veel. Maar goed noemen? Op, hè? Hoeveel liter bier gaat er doorheen? We hebben daar twee tanks staan. Daar zit 750.000. Twee keer 1000 liter. Dus, en dan binnen hebben we nog een stuk of 4-5 tanks. Dus. Dames, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er nog klaar voor? Ja, natuurlijk. We hebben een Charlotte, de Venlose kleuren. Maar het moet nog beginnen, toch? We beginnen vandaag. En dan hebben we zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Gaat u carnavalsinkopen doen, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, lekker. Wat koopt u dan zowel, mevrouw? Broertjes en worstenbroertjes en de soep steed aan kloortoes in de diepvries. Heeft u zelf gemaakte soep? Ja, hoelassoep. Ja. Wat voor carnavalsoep is het geworden? Hoelassoep is dit. Dat is een Venlose recept. Echt waar? Is dat iedere Venlonaar die neemt goulassoep? Ja, maakt die soep van chef Kernet. Nee, van moeder Kernet. Ja. Van moeder Kernet, ja. En wat voor recept is dat? Hoe gaat dat? Ja, heel een ganse dag werk. Ja? Ja. Een kilo vlees, een kilo lauw en een hele hoop kruien. De ganse dag mee bezig. En hoeveel carnavalliefhebbers gaat ervan genieten? De ganse gezin. Ja? Ja, man of 10. Ja. Ja, mevrouw, wil je ook dezelfde soep? Ja, dezelfde soep, ja. Ik kreeg die van, dat is mijn zuster, daar kreeg ik die van. En die is lekker. En daarna een glaasje bier, heerlijk. Hoeveel gaat er doorheen dit weekend? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan niet tellen. Nee. Fijne carnaval, dames. Ja, dank je. Wat doet u vandaag in Venlo? Wij zijn gewoon aan het werk. Ja? Maar u bent hier niet zomaar, denk ik? Nee, ik ben hier niet zomaar. We gaan even kijken of alles in orde is. En waar let u op? Vluchtwegen. Voor door kunnen. Want dat is de rampscenario, hoor, dat er iets gaat gebeuren, denk ik, of niet? Nee. Daar gaan we even niet vanuit. Maar is alles in orde? Ja. Oké. Okay. Succes. Laat mij kunnen zien, Mel. Succes. Dankjewel. Meneer, mag ik eens vragen? Zeker. Venlo in beeld, gaat dat nou het bier doorheen of niet? Hier gaat het bier doorheen. Dus u bent eigenlijk een van de belangrijkste mannen in Venlo vandaag? Nou, ik dacht dat Peter dat ook was hier, technische dienst. Het bier van hier, ja. Dus wij zorgen dat het bier overal koud bij de kasteleins komt. En hoeveel bier gaat er doorheen? Dat ligt eraan hoe snel de kastelein de kraan opentrekt. Want hoe gaat het gebeuren? Moet er nog gebeuren? Nou, die leiding die leg ik onder bij een tankinstallatie aan. En die breng ik dan via de grond onder met pijpen naar buiten toe. En dan sluit het bier op aan. Dus, op alle cafézaken hier in de stad? Alleen de Lendeboomcafés. Alleen de Lendeboomcafé? Ja, wij zijn monteurs van de Lendeboom. Dus, Hoeveel cafés zijn dat? Nou, dat zijn dan heel wat als je in Venlo rondkijkt. Ik zou het niet precies weten. En wat nou als een slaatje kapot is? Nou, dan zijn wij, hoeven ze maar te bellen en proberen zo snel mogelijk weer te plaatsen te zijn. Dus dat is, we zijn 24 uur per dag bereikbaar. Gaat u vanavond ook nog een biertje vatten? Nou, helaas niet, want ik moet werken. U bent te vroeg. Ja, inderdaad. Dat klopt. Waarom? Nou goed, op school was het ook al half carnaval. Dus U heeft ook de lessen gevolgd vandaag? Ja, 1 uurtje. Pak aan en lekker naar school. Inderdaad. En dan gewoon pak aanhouden? Ja. Tot woensdag is dat, hè, of niet? Tot dinsdag. Ja, flink naar de stad en dan woensdag een kater. Gaat het wild erheen dan? Ja. Wat drinkt u nou op zo'n carnaval in Venlo? Veel. Kun je een aantal noemen? Ja, 10 per avond, is weinig. Oh. U gaat geen carnaval vieren? Ja, een beetje, maar niet zo intens. Nee? Nee. Heeft u een pakje thuis hangen? Ja, wel een pakje, maar gewoon
houthakker of nerd, weet ik veel. Houthakker of nerd, dat is geen kip. Nee, geen kip. Als de jokers haan weer kraait, hè? Inderdaad. Bij de carnaval. Hetzelfde. Ja.